Nou, we zijn met expertise in aanraking gekomen door een congres. Waar iemand van expertise iets uitlegde over een leerwerkoplossing die zij had gemaakt. En dat sprak ons zo erg aan dat we dachten, nou, met haar moeten we een keer een kopje koffie drinken. En dan hebben we een mooi project voor uitgekozen. Ik ben vorig jaar afgestudeerd en toen moest ik een rekentoets maken. Daarvoor heb ik onwijs erg lopen blokken om maar een voldoende te krijgen. En eigenlijk vrijwel daarna was die kennis snel weer afgezakt. Want je leert naar één toetsmoment toe. En daarna wordt het 4 jaar lang niet echt meer getoetst. Met de commissie voorbehouden handelingen, waar ik ook deel van uitmaak, hebben we met elkaar overleg gehad. En hadden we zoiets van, ja, dit is gewoon niet iets wat je en je werknemers aan wil doen, maar ook niet waar je blijvend iets aan hebt. Dus vanuit de commissie voorbehouden handelingen is de vraag naar de Alreine Academie gegaan van, jongens, is er nou niet iets anders te bedenken om die workload van die rekentoets aan te pakken en ook te zorgen dat mensen dus echt altijd paraat zijn en altijd de kennis paraat hebben. En de Alreine Academie heeft toen contact gezocht met expertise. En daar is een hele mooie tool uit voortgekomen. Wij hebben een geruime tijd samen met expertise hebben een opstart gemaakt voor een pilot. Die is vorig jaar zomer is die ontwikkeld en er is het najaar is die pilot gaan lopen. Toen hebben we ook een review gedaan met alle inhoudsdeskundigen. En vervolgens hebben wij toen uiteindelijk aan de hand van de uitkomsten van de pilot zijn we in dit voorjaar verder gaan werken aan de uiteindelijke oplevering van het verpleegkundig rekenen, het eerste onderwerp van Ask Alreine. En daarbij hebben we dus eind mei zijn we daarmee live gegaan. Op een gegeven moment, na 2 maanden of zo dat ik die rekentoets heb gedaan, is ook het Ask Alreine opgezet. En ik merkte dat je dat doe je gewoon thuis eventjes op de bank. Of dat is gewoon veel makkelijker oefenen. Je blijft gewoon constant het op peil houden van je rekenvaardigheden. En wat ik nu als net gediplomeerde vaak tegenaan loop is dat ik dan weer even iets erbij wil pakken, maar het eigenlijk afgesloten staat in de e-learnings. En dan bij zo'n Ask Alreine kan ik het er snel weer bij pakken en naar kijken en weet ik ook precies waar het staat. Het is een tool waarin je binnen 2 klikken het antwoord weet. Dus als je iets moet uitrekenen en je weet het even niet meer, dan open je de tool en echt binnen no time ben je bij de formule. Maar het mooie van deze tool is dat het niet alleen het rekenen benadert, maar alle handelingen die je nodig hebt om de som te kunnen doen of om het medicijn te kunnen geven, zitten ook in deze tool verwerkt. Dus je vindt er ook informatie over hoe een infuuspomp werkt, over hoe je zonder voeding aansluit, wat de risico's zijn. Dus het is niet alleen maar het middel om te kunnen rekenen, maar eigenlijk is het gelinkt aan alle protocollen die betrekking hebben op rekenen. Wij vinden het heel erg belangrijk dat we met de ondersteuning van expertise gewerkt hebben aan het uitdragen van de methodologie van de 5 moments of need, dus 5 momenten van leren. En dat hebben we echt samen met hen gedaan. We vinden het ook belangrijk om eerst die methodologie goed in onze organisatie neer te zetten. En daarbij de technologie als ondersteuning erbij te gebruiken voor leerwerkoplossingen en het adaptief leren. En dat vinden we echt heel erg belangrijk. En daar heeft expertise ons heel erg bij ondersteund en dat doen ze nog steeds.